Hallo, welkom bij Hillary. Vandaag maken we dit doosje. Ik heb er nu een soort lipgloss sleutelhanger in gedaan. Uiteraard kan je zelf bepalen wat je erin doet. Het is een heel smal en dan breed doosje. We gaan beginnen. Dit gaan we er allemaal voor gebruiken. Ik heb alles allemaal voorbereid. Ik doe dit allemaal even opzij. Dan heb ik mijn railbord nodig. En ik doe met calypso korrel. En oh ja, dit is de Bird Ballad design papier. En ik heb mijn aantekeningen hier. En ik ga mijn Take Your Pick tool gebruiken. Het papier is 7¾ inch bij 7 inch. En dat is 19 bij 18 centimeter. Nu op de 7¾ inch gaan we rillen op 3 inch, 3 5/8 inch, 6 5/8 inch en 7 1/4 inch. 7 1/4 inch. Draai papier om. En dan op de 7 inch gaan we 5/8 inch doen. 5 7/8. En 6,5. Oh, dat ging niet. Okay. De 5 7/8 is het streepje voor de 6 inch. En dan hebben we gereeld. Ik zal even nog de centimeter rilmaten geven. 3 inch, de 7,5, 9, 16,5 en 16,5. Zeg ik het goed? 16,5 en 18 centimeter. En dit is op de 19 centimeter kant. En op de 18 centimeter kant heb ik nodig, heb je 1,5 centimeter, 15 centimeter, 16,5 centimeter. Dan gaan we dit even opbergen. Dan gaan we alles vouwen. Dit is de bovenkant van ons doosje, want hier moet hij open gaan. Hier moet hij open gaan. En dus dit is de bovenkant. Even mijn, ik bedenk me dat ik mijn kleine pomps, ja, hier. We gaan wat stukjes wegknippen. En aan de onderkant gaan we dit hoekje wegknippen. Even kijken hoe dit hoekje. Alles omhoog. En de bovenkant. Even kijken, dan moet ik even goed opletten. Dit stukje blijft. Even kijken, dus we gaan dit knippen. En dit. Allemaal omhoog knippen. Dit laatste stukje gaat helemaal weg. Deze knippen we tot aan de rilrand weg. Deze een heel klein beetje in. Zodat het goed slijt. En dan ga ik deze behouden we dus. Even kijken, want ik heb een
voorbeeldje gemaakt van mezelf. Dus deze gaat, deze blijft. En deze gaat weg. Deze dus, dit gaat helemaal weg. En voordat ik die weghaal, doe ik deze nog even. Zo. En dan, dan knippen we deze weg. Dus dit, dit is het geworden. En ons doosje gaat er zo uitzien. Oké. Voordat we gaan plakken, gaan we eerst... Oh ja, deze moeten we ook iets schuiner snijden, zodat hij goed slijt. En dan gaan we nu... ik heb papier geknipt. Ik heb... op deze papier aan de voor- en aan de achterkant gedaan. Maar dat ga ik nu niet meer doen. Want dat is niet echt nodig. Ik doe nu alleen papier aan de voorkant en aan de bovenkant. En dat is meer dan genoeg. Oh, dit is natuurlijk de achterkant. Moet ik wel goed doen. Dit is de voorkant. Het gaat net op tijd goed. Zo. En dan gaan we hem dicht plakken. En dat doen we met tear and tape natuurlijk. Onze favoriete plakmiddel als het om doosjes gaat. En dan heb ik mijn andere take-your pick, want nu heb ik er twee. Dat is zo makkelijk. Nou, ik heb er twee, omdat ik niet iedere keer... Want deze puntjes, dit hier heb ik de stylus toe. En hier het, de pokey, dat steken, prikken pen eigenlijk. En die kan je omwisselen met elkaar. Dus dan draai je deze los en dan doe je die erop. Maar ik heb er nu twee, dan hoef ik het niet steeds... Vooral tijdens het filmen niet steeds om te wisselen. Zo handig is het dus. En dan gaan we dit dus dicht plakken nu. Even in beeld blijven. Even zorgen dat je randjes op elkaar zitten. Aan beide kanten. Juist. En dit gaat dus... Zo. Je gaat de voorkant, op de voorkant ga je dus de lijn doen. En dan doe je erin wat je erin wil doen. Oh ja, hier nog een klein lipje eruit. Ik heb nog één, want ik heb er iemand mee in gedachten om het te geven. Dus dit gaat zo hierin. En dan, oeps, gaat dit. Dicht. En dan gaan we nu een beetje stempelen. De Free as a Bird set. Even opruimen. De Free as a Bird gaan we stempelen. Ik heb een stukje papier al gesneden. Even kijken. Dit is een ander stempelset. Die gaan we die keer uit.
more of you. Oh, deze moet ik nog aan de achterkant. Oeps, dit is te klein. Dat is beter. Even kijken, the world needs more of you. Dan ga ik dit eerst stempelen met Memento. Ik moet even de andere stempels al ook gelijk op het blok doen. Ik heb nog een kleine stempelblok nodig. Mijn stempelblok is hier. En dit houden we met. Oh, even kijken op de world. Het ongeveer in het midden gedaan. En dan. Even willekeurig opstempelen. Hier. En dan laten we dit even heel klein paar tellen drogen. Ondertussen kan ik mijn stempels schoonmaken. En opbergen. Dat werkt wel het meest overzichtelijke. Alles gelijk opbergen. Mijn stempels die moeten toch drogen. Dus. En dan. Pardon. En dan ga ik er met de blends aan de gang. Ik heb het hier zo gedaan. Dus ik hou dit een beetje aan. Stamping blend. Heel fijn om dingen. Het zijn alcoholmarkers. Dus kan je heel fijn dingen mee inkleuren. Volgens mij doe ik het precies verkeerd om. Maar goed. Dit is. Heb ik de Bermuda B? Ja, dit is de donkere eigenlijk. Had ik deze moeten gebruiken als aan de buitenkant. Aan de binnenkant. Maar ik doe het precies andersom. Want ik zit niet op te letten. Bij de gele gaan we het wel goed doen. Neem het eerst de donkere. Daar doe je de hartjes mee, zeg maar. Dan krijg je dat mooie blend effect. En de lichte ga je lekker de kleuren inmengen. Blenden dus. En omdat we met blends werken, gebruiken we Memento inkt. En dan krijg je niet dat het zwart, de zwarte inkt mee gaat kleuren, zich gaat mengen met de andere, zeg maar. Bermuda Bay. Welke kleur is dit? Daffodil Delight. Het zijn allemaal kleuren die in dat papier voorkomen. En de Calypso Coral. Ik begin weer met de lichte. Verkeerde punt. Je hebt een stijve punt en een kwast. Dus we kleuren het in met een kwast. Ik begin eerst met het donkere. Ik moet het wel goed doen. En dan met de lichte. En dan ga ik die donkere erin mengen.
En als het helemaal droog is, dan zie je de overgang niet meer. Dat is zo mooi. Dat heb je bij alle alcoholmakers, hè? En dan, ik vergeet dat ik nog eentje heb daar. Deze moet ook nog. En dan denk ik dat ik nog een gele doe. Dit is de lichte, ik moet de donkere hebben. En nog een Bermuda. Dan begin ik wel met de goede, met de donkere kleur in het midden. Een klein beetje in het donker. En dan een heel klein beetje. En dan de lichte. Dan kunnen we die weer opbergen. En die gaan op de... achterkant van Calypso Coral. Ik hoop dat ik een beetje in beeld ben geweest al die tijd. En dan... en Dimensionals. Kantjes eraf. En hier is ze. Oh, dit is mijn doos. En dit gaat zo aan de achterkant, aan de voorkant. En dan is het klaar. Ik vind hem heel mooi, want hier zitten ze in het papier en hier heb ik ze zelf gekleurd. En dat geeft een heel mooi effect. Nou, tot de volgende keer. Dag!